nemen presentatoren Joren en Robert het tegen elkaar op. De heren vissen op hetzelfde water, maar ieder met een ander type kunstaars. Joran maakt gebruik van subtiele softbaits, terwijl Robert kiest voor luidruchtige ratelaars. Welkom bij Visblad TV. Ja, ja, ja. Ah, yeah. Welkom bij Visblad TV. We staan vandaag in Gouda aan de Hollandse IJssel. We zakken de rivier af met een battle. Jazeker, een echte kunstaarsbattle. Want ik ga de hele dag met lipless crankbaits vissen, zeg maar. Hoe begint hij nou? Ja, natuurlijk joh. Ratelpluggen, de naam zegt het al. Dingen die ratelen, maken lekker herrie. Maken een hoop vibratie en ik hou er wel van. Ik vind het wel fijn kunstaars. Ik vind het helemaal niks. Je moet softbaits hebben. Dat is veel subtieler. Oh, jij bent weer van, van de zachte aanpak. En het niks zachte aanpak. Subtiel en allemaal. Luieren, grotere vissen, let maar op. Nou, we zullen het zien. We gaan het zien. Een mooie stekker te gaan. Ja. Dan gaan we maar eens kijken hoe het aan het eind van de dag, hoe de teller eindigt. Ik zou zeggen succes, maar ook weer niet te veel. Nee. Hij wil nog niet echt loskomen. Ik kan natuurlijk wel even Joran foppen, hè? Let op. Ja, ja, ja! Dikke vis! Wow! Ja, hij zit gewoon vast met zijn kunstaars. Ja, hele dikke, zie je het niet? Hij trekt helemaal kom en wil mij doen geloven dat hij die vis heeft. Nou, hij slaat er niet echt op aan. Kijk, dat is natuurlijk wel even een van de dingetjes met de ratelpluggen. Er zitten wel één of twee dreg aan, kleintjes weliswaar. Maar goed, de kans dat je natuurlijk iets oppikt is in principe groter. Al zijn er tegenwoordig wel echt wel handig verbeterde modellen op de markt. Zoals dit model, dat heeft echt zijn zwaartepunt heel erg ver naar voren. Dus eigenlijk vis je hem meer zo dan dat je hem echt horizontaal vist. En dat scheelt wel een hele hoop. De middaguren bestaan uit veel verkassen en niet te lang op één stek blijven hangen. Bruggen, uitstromen, kribben en aanlegstijgers zijn altijd goede plekken. Om snel te kunnen checken of je ergens mag vissen, gebruiken de heren de gratis Vispanner app. Ideaal wanneer je op nieuw water gaat vissen. Even een nieuw kunstaasje eraan. Deze is qua gewicht wel goed denk ik, maar een beetje nondescript. Dus even een opvallend kleurtje eraan, zoiets. Dat werkt misschien beter. Knoop hem rechtstreeks aan de leader met de Rapala knoop. Dan zit er geen spel tussen. En less is more wat mij betreft. Als ik wil wisselen, kan ik hem ook bijknippen. En, of afknippen en opnieuw een andere erop monteren. Ik vis toch met een vrij lange leader. 1,20 of zo. Dus een paar keer knippen, dan zie je ook nog steeds een meter. En dan zit er gewoon wat minder poespas aan de lijn. Nou, voorlopig nog 0-0. Of eigenlijk 1-0 voor de vissen, want we vangen niks. Nou, mooi plekje, aanlegstijgertje. Ja, net even over die steen heen. Ja. Pak jij links, pak ik rechts. Dat is goed. De Hollandse IJssel staat tussen Gouda en Rotterdam nagenoeg helemaal in de vispas. Wil je meer weten over deze getijdenrivier en unieke roofverstek in de Randstad? Lees dan zeker de novembereditie van Het Visblad. Ja. Oh. Fuck. Ja, was een goede snoekbaars. Ik had al zo'n gevoel. Ik denk, als het moet gebeuren, dan is het hier recht voor dat kribkopje, weet je wel. Nou, de middaguurtjes waren slecht. Ja. Zowel de softbait als de raad. Maar jou was het allebei daar lag het allebei niet aan. Maar net een klein half uurtje geleden toch de eerste vis verspeeld. Helaas, die schoot eraf.
Wel op de Ratelaar dan wel, dat wil ik er wel nog even bij vermelden. Toeval. Maar dat was aan de kop van een krib en er liggen niet zo heel veel kribben hier op de Hollandse IJssel. Dus die paar kribkoppen die er liggen, het stroomt nog niet zo hard, het moet nog afgaan. Ja, dat zijn misschien nu net nog eventjes de bonusplekjes. We gaan deze krib ook even proberen. En dan hopen, ja, we gaan de avond in, dat wordt sowieso beter, verwacht ik. En dat die stroming een beetje zijn werk gaat doen, dan... Moet het kunnen, toch? Vis. Vis? Ja. Meen je niet? Ja, zeker wel. Schiet die niet los, denk je? Nee, deze niet. Gaat niet gebeuren. Een snoekbarsie. Ja, ja, ja. Een snoekbarsie en reken maar dat hij hem vol in zijn bek hebt, Joran. Dan heb je geluk. Oh! En dat is 1-0. Nou, nummertje 1. Op het lipless crankbaitje met het rateltje. Ja, ik gooide hem eigenlijk wat verder weg, over een wat ondiepere plaat. Ik denk dat taluut, dat levert niks op. Ja, en toch verrek. Ik denk dat er een metertje water stond, maar een beetje water wat over die stenen stroomde. En dan ga ik hem gauw weer terugzetten. Dan kan ik er misschien weer eentje vangen. Dit is het doosje met lipless crankbaits wat ik bij hem heb. Stelt niks voor. Je hebt ook niet zo heel veel nodig. Zorg dat je wat verschillende kleurtjes bij je hebt. Waar je vertrouwen in hebt. Of dat je in ieder geval wat kan wisselen, wat kan variëren. Wat fellere kleurtjes, wat natuurlijkere kleurtjes. Ja, verder het enige... Ik heb 3 verschillende modellen, types bij me. Eén is een wat dieper duikend ratelpluchtje van 14 gram 7 centimeter. Daar heb ik gewoon vertrouwen in. Daar heb ik het verleden gewoon leuk mee gevangen. Een wat kleinere variant, echt wel een slag kleiner. Die zet ik eigenlijk met name in op plekken waar sowieso als er niet te veel wind staat en als het niet te hard stroomt, waar de baars zich echt ophoudt, omdat je dan ook die kleinere vissen gewoon goed meepakt. Het zijn wel kleinere drechtjes, dus voor de grotere visstekken laat ik deze liever in mijn tacklebox. En ik heb hier nog een modelletje, die heeft ook bijna hetzelfde principe, die gooit wel lekker verder, dus daar houdt dan ook wel weer van op bepaalde stekken. Heeft 2 gaatjes aan de bovenkant, dus je kan je speld op 2 plekken monteren. En dat maakt dan weer onderscheid tussen of die wat feller met meer weerstand naar binnen gevist wordt en wat dieper gaat. Of dat die juist ietsje, horizontale ietsje rustiger gaat. Bottomline, scherpe haken, meerdere kleurtjes, meerdere modelletjes en maak jezelf niet ingewikkeld. Uiteindelijk is de plek, de tijd... En het gevoel wat je meegeeft aan je kunststage, dat is bepalend voor of het succesvol is. Ja, vis. Oh, en een waterski. Hebben? Ja. Ver weg of niet? Ja, heel ver weg. Ja, ik denk een baars, maar... Net je aan de cameraman mag vragen. Ja, kijk hem maar eens, baasje. Ai! Jammer. Ja, ik weet hoe het voelt, het is kut. Dat kan niet zijn. Ik zou hem haast stellen, maar goed. Laten we het ver spelen. Hè? Kijk, nou, een bever. Ja, vis. Kijk. Appa, weer een baars. Een bever en een baars. Een bever en een baars. Nou, ik gooi hem er mooi ook naartoe. Ja, een beetje mee profiteren. Zal ik even het netje... Ja, als je dat kan klaarleggen dan... Een beetje lullig als ik je deze ook weer laat los, hè? Oh, even weg van het te staan. Naar de voor. Lukt dat? Ik denk het wel hoor. Ja. Ja, hij is binnen.
Ja, ik denk dat er best wel wat baas ligt daar zo. Want ik had wat aanbeetjes en dan, ja, ik had eerst een grotere set eraan. Toen heb ik gewisseld. Nou, net schoot er een los. En dit is denk ik eentje uit de school. Dus als hij slim is, dan vist hij ook even op die plek. Nou, ik heb nog een ratelplugje waarmee ik wat verder kan werpen. Ja? Dan kom ik daar ook nog wel. Ben je die niet toevallig kwijt? Nee, daar heb ik helemaal nog een paar van zelfs. Nou, ik zet deze snel terug, dan kan ik misschien nog een baasje vangen. Nee, vriend. Daar ga je. Nou ja, het chatfish is natuurlijk vrij overzichtelijk, vrij simpel. Een jigkop en een soft plastic erop. Ik heb wat verschillende lengtes, staartjes en kleurtjes. Fellere kleuren. En daarentegen ook natuurlijke kleuren. Diverse gewichten. Eigenlijk zeg maar van 7 gram tot, ja, het zwaarste wat ik bij me heb is 21. Maar het stroomt eigenlijk niet zo heel hard vandaag, dus die heb ik niet nodig. Ik kan het met 7, 10, 12 gram kan ik het prima redden. Nou, eigenlijk belangrijker nog dan de sheds en de jigkoppen is in mijn optiek de hengel. Kies voor een strakke hengel, subtiele gevoelige top. Dat je alles wat er onder water gebeurt, hè, wat de lijn en de hengel doorgeeft, dat je dat goed waarneemt. Dus steentjes, aanbeten, noem het maar op. Ja, een gevochten lijntje, 1000 is het ongeveer denk ik. Een fluorocarbon lijn van een centimeter of 50, 40 honderdste. Speltje erop, klein molentje en klaar ben je. Nou, we zitten nu vlak bij de monding, waar die eigenlijk uitmondt in de Nieuwe Maas, bij de Van Brienertbrug. Daar begint Rotterdam al. Ja, het is toch een beetje het stuk waar eigenlijk altijd wel stroming staat. En aangezien we natuurlijk op het eerste stuk vandaag niet zo'n hele denderende stroming hebben gehad, denk ik dat dit wel slim is. We hebben hier ook vanaf de kant en ook met de boot wat dikwijls goede resultaten gehad. Ja, op de plekken waar nu ook die boten liggen, maar dat mag op zich geen probleem zijn. We kunnen ervoor vissen en we kunnen er tussendoor vissen. Dus ik denk dat we gewoon zo moeten beginnen, even nog een stuk afgaan, afstruinen. En dan moet de beslissing vallen. Ja, gelijk spel tot nog toe, hè? Ja, dan kunnen we natuurlijk niet meer thuiskomen. Dat was een mooie ruk erop, zeg hé. Waar had je hem? Nou, vrij ver wel. Echt wel. Nou ja, ik zal niet zeggen tegen die boot, maar baars denk ik. Dan ga ik alvast langzaam iets naar beneden. Of zou je me misschien kunnen helpen? Want... Nou ja, misschien moet ik ook even een vis vangen. Nou, ben je er zo heen? Oeh, nou, het is wel een mooie baars hoor. Een grote. Ja. Ik zal kijken of ik iets naar voren kan hobbelen. Ja, dit is wel een goeie. Ik ga nu ook gewoon echt voorzichtiger drillen dan normaal, merk ik. Ik draai gewoon mijn slip. Een mooie paars, hè? Ja, dat is een mooie, ja. En hij heeft ook een mooie kleur, want vaak zijn ze best wel vaal hier op de rivier. Maar deze heeft toch wel mooie rode vinnen en goede strepen erop. Dus dat is niet verkeerd. Yes, dank u zeer. Nou. 2-1. Hier. Dank u. Ja, je ziet het, ook die baarzen lusten die ratelaars. Maar ik wil natuurlijk niet lullig doen, maar dit is natuurlijk wel een slag groter dan die van jou. Mooie baars van, nou, wat geven we hem, Joran? Net in de 30 wel. Ook natuurlijk gelijk een wat grotere bek. En ja, daar past zo'n ratelaar van 7 centimeter in principe makkelijk in. Hij zat ook goed in zijn bek gehaakt. Mooie aanbeet. En ook, ja, wat ik al zei, voor hier een kleurrijke baars. Want vaak zijn ze heel flats, heel vaal. Maar deze heeft mooie rode vinnen, goede strepen. Dus ik ben er blij mee. En ik sta weer voor, dat is natuurlijk ook niet verkeerd. Dus ik ga hem gauw zijn vrijheid geven en dan... Zo, en weg is die. Mooi aanbeet zeg. Hebben? Ver weg of niet? De hoogte van het schip ongeveer. Gelijk eerste worpie. Wat is dan hier? Weer een baars. Weer een baars? Ja. Zal ik het netje even gooien? Ja, doe maar. Hier. Dat is tegelijk maken. 2-2. Dit is een mooie rode vin ook, hè? Nou, kijk aan. 2-2. Hier op het iets diepere stuk, het verdere worp. Met de hoogte van het schip ongeveer, denk ik richting de Truutrand. Heeft hij mooi gepakt. Ik ben er heel blij mee en nou ja, goed.
op naar de 3-2, zou ik zeggen. Ja, weet je, kijk, ieder mens heeft op zijn tijd geluk, weet je. Ik bedoel... Ja! Oh, los! Nee! Ah. Zonde! Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Ik had het je zo gegund. Ja, nee, dat ruik ik. Daar kun je net precies niks mee. Nou, 2-2 Robert, wat doen we ermee? Ja, gelijkspelletje. Ja, ik denk dat we het maar gewoon moeten accepteren. Het was spannend een paar keer. Dan kom je voor en dan weer gelijk. Bijna een eindsprintje. Ja, weet je, het is wel zo, als je met iemand samen gaat vissen of met je vismaat, een stukje gezonde rivaliteit als het op een leuke manier is. Nee, dat is nooit mis. En het houdt elkaar ook een beetje scherp, weet je, voor de rest. Nou ja, goed. Het werkt allebei. Het zijn twee totaal verschillende technieken. Het vangt allebei vis. En nou ja, dat geeft ook wel weer aan dat er gewoon veel mogelijk is, toch? En dat je zo, als je met z'n tweeën gaat, dat het eigenlijk leuk is als iedereen wat anders doet. Dan kun je een beetje vergelijken. Kijk, en vandaag was het dan een gelijk spel. Maar er zijn ook dagen denkbaar dat je natuurlijk een hele andere uitslagen krijgt. Dat is toch altijd wel interessant om te zien af en toe. Maar goed, gelijk spel. Dus we kunnen elkaar de hand geven. Gaan we doen. We gaan op goede voet uit elkaar. Ja. We gaan naar huis toe, want het is bijna donker. En dan... zeg ik tot de volgende keer bij Visbal TV.